Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking ten westen en zuiden van Nederland. Boven het noordoosten zijn de brede opklaringen. Daar kan vanochtend vooral nog even de zon schijnen. In het zuiden neemt al snel de bewolking toe. En later in de ochtend volgt daar de eerste neerslag. Die neerslag breidt zich vanmiddag langzaam naar het midden en noorden van het land uit. Maar in Groningen blijft het nog tot tegen de avond droog. Temperaturen 5 graden in het noorden, 7 in het zuiden en de wind draait van zuidoost naar zuid en later naar zuidwest. Overavond nog wisselvallig weer, in de nacht wordt het geleidelijk weer droog. Temperaturen blijven vrij hoog, rond 5 à 6 graden in de nacht. Morgen vallen er opnieuw van tijd tot tijd buien, zijn ook droge perioden, maar de zon heeft het moeilijk. Heel misschien aan zee een klap onweer en het wordt zo'n 5 tot 7 graden. Kijken we naar het weer later in de week, dan zien we dat de temperaturen beginnen te dalen en dat de kans op winterse neerslag toeneemt. Tot en met vrijdag is het nog niet echt winter. Zaterdag en zondag lijkt de temperatuur misschien overdag zelfs onder nul te worden, blijven. En dan gaat het s'nachts matig vriezen. Een klein beetje winter dus in het vooruit schiet, maar vandaag nog hoge temperaturen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.